praten. Wat is fijn. Ik heb buikpijn, ik heb rugpijn, maar geen psychische klachten. Dat bleek ook uit het gesprek. Ja. Ik begrijp alleen niet waarom je liegt over je kinderen. Wie zegt dat ik lieg? Nou, je hebt toch tegen mij iets heel anders gezegd dan tegen dokter Nazar? En hoe kom jij aan mijn adres? Hoe durf jij hier aan te bellen? Net op de dag dat ik alles probeer op orde te brengen en schoon te maken. En ik maar denk dat je mijn vriendin bent. Donder op, Linda!